Wat heb je, burgemeester? We gaan erover denken. Over. Allee dan. Dan zijn we goed gekomen. Het blote voetenpad is weer open voor het publiek. Meer zelfs, de wandeling is uitgebreid met een passage over een nieuwe spectaculaire attractie. De Dragonfly. Het is eigenlijk een kruinenpad, maar we vonden de naam niet sexy genoeg en dan hebben we het eigenlijk de Dragonfly gedoopt, omdat dat ook veel mooier klinkt. Het is dus een kruinenpad door de toppen van de bomen, maar niet een klassiek kruinenpad. Het heeft ook een heel attractieve waarde, spektakel, door de bewegende delen die erop zitten. Dus je vertrekt op een vast gedeelte en je gaat dan over op een hangbrug. Zo'n een beetje een junglebrug, zeg maar. Je bereikt zo de verschillende niveaus van in de kruinen, over de struiken, tot net boven de waterspiegel. En zo kan je eigenlijk als bezoeker ook de natuur observeren en eventueel de beestjes bekijken. Het is wel leuk. Het is ja, best wel akelig als je naar beneden kijkt. Yeah. Maar ik vind het wel mooi. We krijgen jaarlijks 110.000 bezoekers over het blote voetenpad. Het is belangrijk om te blijven vernieuwen, te zorgen dat mensen ook nog een keer geprikkeld worden om terug te komen. En door regelmatig nieuwe attractie te integreren in dat pad, lukt dat eigenlijk prima.